Ja. Kom al. Je bent bij Suzanne geweest. Nou, hè? Mag dat niet? Nee? Je hebt er een baan aangeboden. Nee, dat is niet waar. Ik heb tegen haar gezegd dat ik haar zou helpen een baan te vinden. Ja, en ik wil dat je uit de buurt blijft, oké? Waarom maak jij je toch zo druk, jochie? Ik probeer Suzanne te helpen. Dat is nergens voor nodig. Het wordt tijd dat jij de feiten eens onder ogen ziet. Suzanne wil proberen een nieuw leven te beginnen. Daar heeft ze moed en doorzettingsvermogen voor nodig. Nou, volgens mij heeft ze die eigenschappen. Maar wat ze niet kan gebruiken is dat jij als een kip zonder kop de boel voor haar loopt te verpesten. En het daardoor nog moeilijker maakt dan het al is. Ga vooral zo door als je die wil verliezen. Bedankt voor het advies. En een klein adviesje voor jou. Blijf uit de buurt, ja? Oh, gelukkig, je bent er nog. Ik was bang dat je aan het station zou zijn. Het is hartstikke vast in het verkeer. Het is echt om gek van te worden. Tje, minder per auto, meer per telefoon doen. Maar ik denk dat Drien ook vast zit, want hij had er al lang moeten zijn. Slik je dan maar weg mee? Nee, dat zou niet zo aardig zijn. Laten we nog maar even wachten. De trein gaat pas over 3 kwartier. Nog steeds niet van gedachten veranderd? Ik zal je missen. Ik jou ook. Ik begrijp toch dat ik hier nou niet kan blijven met die journalisten voor de deur. En ik heb geen zin om Arnie steeds tegen het lijf te lopen. Het spijt me. Toestanden en problemen. Niet over praten. Op de een of andere manier kom ik er steeds niet toe, maar ik ben je zo dankbaar. Voor alles wat je voor me gedaan hebt en door er altijd voor me te zijn als ik je nodig had. Ja, dat is wel goed. Niet zeggen. Andersom zou het ook zo geweest zijn. Misschien. Ja, sorry dat ik zo laat ben, maar het verkeer was een ramp. Ben je klaar? Ja. Oké. Dan ga ik. Wil je echt niet dat ik meega? Neem liever hier afscheid van je. Okay. Ik kom zo vaak mogelijk als ik kan naar je toe. En zal je goed voor jezelf zorgen? Jij ook. Ja. En bel me als je er bent. Dan weet ik dat je veilig bent aangekomen. Doe ik. Oké. Okay. Dag. Dag. Zo, inderdaad, tijd dat jij je gezicht eens laat zien. Ik heb een hele dag kapot gerend. Ik heb geen voeten meer over. Ja, voor jou is het natuurlijk prima hoor, om de hele dag de stad af te schamen op zoek naar nog meer klanten. Maar ik moet wel in mijn uppie al die bestellingen klaarmaken. Toegrijpend omzet stijgt. Zeker 250 gulden meer dan gisteren. En er ligt een hele berg bestellingen voor morgen te wachten. Fantastisch, hier. Sleutels, sluit jij maar af. Ga maar lekker naar huis. Wat heb je? Eerst doe je alles om van die zaak een succes te maken en nou het begint te lopen is het weer niet goed. Nou, ik verhaal het wel. Je hebt nog 20 minuten. Laten we niet via de ringweg gaan, er is nou het drukst. Ik heb me eigenlijk van mijn vader losgemaakt. Ik maak nu alle kansen bij Nico Stenders. Dan kun jij ook je voordeel mee doen. Dan kan je Arnie helemaal vergeten. Je kan nou rustig aan je opleiding werken. En als de baby er helemaal is, dan zal ik zorgen dat Arnie je nooit meer lastig valt. Nou, kom op, Lin. Beetje vrolijk, hè? Je zult zien, het valt best wel mee. Als het eenmaal achter de rug is... Rien, pas op!